Zoals ieder jaar zijn wij ook dit jaar uitgenodigd op de fanavond van Williamburg om verslag te doen van deze avond waarin er vele artiesten verschijnen en ook veel publiek. Zometeen gaan wij interviews houden met een aantal artiesten en met natuurlijk het publiek. Wat vinden zij van zo'n fanavond en waarom zijn deze avonden eigenlijk altijd uitverkocht? Je gaat het meemaken vanavond bij de fanavond van Williamburg. William, we zijn hier vanavond op jouw fanavond. Zoals gewoonlijk, wat ik net ook al in het intro zei, is het weer helemaal uitverkocht. Ja. Wie komt er vanavond allemaal? Een hele line-up heb ik gezien. Een hele mooie line-up. Even heel snel en dan hoop ik dat ik niemand vergeet. Danny en Angelique. Ginootje Graus. Jan van Est. José. Marco Meesters. Sherelle. Henk Benaar. Django. Willem Bart. Marloes Oosting. Even heel snel. Eigenlijk weer ik zie een paar vergelijkenissen, maar ik zie ook een aantal nieuwe namen. Hoe wordt zo'n beslissing nou genomen om te kiezen van nou die artiesten gaan we uitnodigen? Kijk jij naar wie er populair is op dat moment? Populair, ja. Ik vind gewoon, ik kies eigenlijk een beetje de artiesten die ik zelf heel leuk vind. Ik kijk natuurlijk ook heel goed naar mijn fans. Ik weet waar ze van houden. Ik zie natuurlijk mensen overal verschijnen en waar ze natuurlijk helemaal wild van zijn. Het is een fanavond, maar ik vind het ook heel belangrijk voor mijn fans wie ze graag horen. En ik denk dat ik dit jaar alweer heel goed aan te horen heb gegeven. De fanavond van Williamburg. Wat verwacht je een beetje van vanavond? Een leuke avond, ja. Kom je speciaal naar Nederlandstalige muziek of kom je speciaal voor Williamburg? Nee, wij komen gewoon altijd, elk jaar. Elk jaar? Je bent ieder jaar geweest? Ja, elk jaar. Dan moet het wel speciaal zijn om ieder jaar terug te komen. Wat is er zo speciaal aan? Gewoon leuke artiesten. Ja. Is het gezellig? Ja, wij vinden van wel. Hoeveel mensen zijn jullie hier nu? Ongeveer 20 man. Veel plezier vanavond. Oké, dankjewel. Is dit nou iets wat voor jou gewoon normaal aan het worden is, zou ik maar zeggen, om zoiets te organiseren? Of zeg je van nee, komt er gewoon heel veel bij kijken? Nee, ja, er komt wel heel veel bij kijken. Kijk, ik ben heel eerlijk, het is iedere keer weer spannend van ja, gaan we het weer redden? Want eerlijk is eerlijk, de mensen hebben het allemaal hard te halen. Hè, ik probeer het allemaal zo goed en zo mooi mogelijk te doen. En ja, er hangt een bepaald prijskaartje aan en ik probeer dan naar de mensen wel 100.000% terug te geven dat ze naar huis zijn gegaan met het idee van tjonge, wat een geweldige avond heb ik gehad. En dan moet je iedere keer maar afwachten of dat je die hele zaal uitverkoopt. En dan is het gewoon geweldig om te zien dat iedere keer weer gebeurt en daar ben ik wel heel blij mee. En heel pijnlijk genoeg vanavond gezellig mee. Waar zijn die handen? Van links, rechts! Dan gaan we even dromen van binnen stranden. Dromen maar je vrienden weer blij. Dromen van binnen landen. Voel je zo hemels en blij. Geniet met z'n twee. We gaan vanavond een paar reacties uit het publiek filmen, maar uit de verleden fanavonds, wat voor reacties krijg je van mensen? Ja, eigenlijk heel positief. God, wat een geweldige avond. 100%, we zijn er volgend jaar weer bij. Het was wel druk, maar wat was het na een uur? Een grote familie met elkaar. Superleuke reacties. Ik zeg al, dat zie je wel als het is zijn. Kijk, ik ben heel erg met de mensen bezig en ik hoop dat die waardering er ook is. Maar daar verg ik wel heel veel aandacht aan. De avond is nog niet begonnen. Hier achter mij zitten een heleboel mensen die al binnen zijn, binnen 5 minuten volgens mij. Wat verwachten die mensen allemaal? Wat verwacht jij van vanavond? Ik verwacht een hele gezellige avond. Vooral met heel veel mooie muziek. Vooral het gezellige is hier mooi. Voor welke artiest ben jij? Natuurlijk kom je voor William, maar er komen nog meer artiesten. Van wie ben je nog meer fan?
Ik vind ze allemaal belangrijk. Ik vind alle artiesten leuk die komen, maar ja, het belangrijkste is voor mij William Burg natuurlijk. En wanneer is deze avond nou voor jou geslaagd, als die nou afgelopen is? Wanneer kun jij dan zeggen van nou, dit was een geslaagde avond? Vanavond om 1 uur, wanneer iedereen lachend, gierend naar buiten gaat. Iedereen hier dansend en springend op de zaal heeft gestaan. En mij het idee hebben gegeven dat ze een geweldige avond hebben gehad. Dan is voor mij de avond geslaagd. En daar doe ik het voor. Ik vond het een keigezellige avond, net als alle andere jaren. Er wordt dadelijk vanaf het begin van 1 groot feest, geloof me, dat is 1 groot feest hier. Op een feestje zoals dit, ja, dat wordt gewoon helemaal toppie. En vooral met onze gitaren, dan komt het helemaal goed. Waarom hangt hier meteen zo'n leuke sfeer? Nou, alle mensen die komen gewoon voor hetzelfde doel. Hè. We gaan er gewoon een gezellige avond van maken. Iedereen die komt voor die muziek, iedereen weet wat er ook komt. Dat is gewoon, ja, het is net 1 grote familie. En ik denk dat 80% elkaar ook wel een beetje kent. Dat scheelt denk ik wel. Ja, ondertussen wel, hè? Ja, dat is wel. Maar het is wel keigezellig, echt. Ik heb hier volgens mij 2 hardcore fans staan van William Burg. En jullie hebben ook nog iets gepland. Ja, ik heb creatief 2 gitaren gemaakt. Met glittersteentjes en steentjes gekleurde snaren. Speciaal voor vanavond. En jij doet ook mee? Ja, ja. Wij zijn altijd met z'n tweeën. En jullie gaan vanavond mee optreden, heb ik begrepen. Vertel eens. Ja, het derde nummer is zijn gitaar en daar treden wij mee op. En wij bezoeken hem bijna op elk optreden waar hij optreedt. Hoe hou je dat vol? Want volgens mij treedt hij best wel vaak op. Ja, gewoon doorgaan. Moet hard gewerkt worden. Op een feestje zoals dit heb ik het heel erg druk. Ja, waarom? Ja, er komen een hele hoop artiesten en ik moet geluid regelen en ja, lekker druk. Hallo. Wat moet ik hier nou optrekken? Nou is het hier volgens mij altijd uitverkocht. Waar ligt dat aan, denk je? Ik zou het echt niet weten, nee. Maar jij komt ook? Ja, ik kom ook. Iedere keer? Nou, het is de eerste keer. Ja. Wat verwacht je ervan? Gezelligheid, hè. Maar kom je dan omdat je gehoord hebt dat het gezellig is? Ja. Ja. Ja? Ja. Ik wens je veel plezier. Nou, dankjewel hoor. Mag ik daar nog even nadenken? Dan heb ik ook nog gezien dat jullie iets creatiefs op jullie op de vingers hebben gedaan. Is het zo belangrijk om te laten zien dat je houdt van William Burg? Ja, helemaal ja. Ze moeten ook op de nagels komen staan. Ja. Op een feestje zoals dit ben ik heel trots op mijn man. Op een feestje zoals dit, daar ben ik joh, oh top joh, echt. Ja, nou we moeten zo door blijven gaan joh, echt top joh. Het is alweer de zoveelste keer dat ik jou interview op een, maar ben je een beetje relaxed deze avond? Of is het nog steeds gespannen? Nee, ik ben ook wel zenuwachtig. Ja, niet echt zenuwachtig, een beetje gezonde spanningen. Hoe lang ben jij van tevoren bezig hier? Want die avond opent om 7 uur. Hoe laat ben jij hier? We waren vanmorgen om 9 uur hier. Dat is lang geleden. Ja, dat is even geleden, ja. En de line-up is vanavond best wel anders als anders. Vanwaar die keuze eigenlijk? Want ik vind het heel leuk hoor. Ja, je moet ieder jaar iets anders doen, vind ik. Je kan niet ieder jaar hetzelfde. Dus ja, we hebben dit jaar naar mijn mening een hele goede, strakke line-up. Met hele goede artiesten. Dus volgend jaar weer iets anders. Tot nu toe? Ja. Leef je nog? Ja, ik leef nog wel. Maar ik zou blij dat volgende week weer normaal is. Ja? Ja. Is het druk geweest met alle voorbereidingen en dergelijke? Ja, heel druk. Dus artiestenreis er nog bij. En
Dus ja, dit is gewoon het toppunt eigenlijk voor ons. Is dit inderdaad het, hoe noemen ze dat? Het puntje, nee? Puntje op die. Ja. Ja, ja. Ja, ja, puntje op die. Nou, wordt hier vanavond volgens mij ook de nieuwe nummers van William gepresenteerd. Jij gaat volgens mij ook altijd mee naar de opnames. Hoe is het dan om die nummers hier vanavond te zien? Want je bent er helemaal bij geweest. Ja, weer dat mijn haren recht overeind gaan staan op mijn armen. Ja, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Heb je er genoeg shell in gedaan dan? Bijna wel. Pas op, hè, we filmen het. Hè? Bijna wel. Jij... Je bent volgens mij ook vanaf het begin erbij om alles te organiseren. We hebben net Peter gesproken. Die is volgens mij helemaal op. En jij? Nou, ik ben niet op, maar wel moe. Ja. Wel moe, ja. Het is, maar ja, dat heb je er allemaal voor over. Het, is, het heeft toch een bepaalde kick ook weer naar de hand. De grote knauw komt vannacht, hè. Dat, dan hebben we het zwaarste. Maar ja... Dat je niet aan William Burg denkt? Gelukkig wel. Zou niet goed zijn, hè? Nee, want we hebben nog een goede huwelijk en anders staat het niet meer goed. Dan gaat het niet meer goed. En dan gaat William over een paar uurtjes optreden. Heb jij dan wel tijd om even te gaan kijken? Ik hoop het wel, want dan hoop ik dat iedereen binnen is, dat wij niet meer hoeven te stempelen en te kijken. Dan begint voor mij ook de avond. En dan pak ik ook mijn borreltje en mijn dingetje. Maar ik moet natuurlijk wel rekenschap houden dat ik niet te gek veel drink, want ik moet vanavond natuurlijk wel werken. Je hebt net je nieuwe nummer gedaan, dat is een heel ander nummer. Ja, klopt, het is een andere stijl zijn we ingeslagen, een andere weg. En ja, het is toch anders dan je verwacht, zeg maar, van Gino Graus. En we merken toch dat het onder de jeugd heel erg aanslaat. Het is volgens mij de eerste keer dat jij bij William Burg op de fanavond optreedt. Dus ieder jaar uitverkocht. Waar ligt dat aan, denk je? Ik denk door een geweldige line-up en door William zelf natuurlijk. Hè? Ja. Gewoon een hele... Ik heb hem leren kennen in Turkije. Echt een heel, hele fijne collega, echt waar. Je bent mee geweest, hè? Ik ben mee geweest naar Turkije, ja. Hoe was het? Dat was heel leuk. Ja? Ja, super. Heel goed geregeld. Ja? Ja. Stanley, vorig jaar... Eerste keer dat je bij William Burg op de fanavond was en ook bij de DNA-show volgens mij, uit mijn hoofd. Dit jaar weer volgens mij helemaal uitverkocht. Ja, helemaal kost, is uitverkocht. Ja, en ja, maar die VIP dinnergala, die hebben we samen gedaan. Dat was ook een groot succes en als William iets doet, is het altijd een succes. Dat zie je vanavond alweer. Ja, eigenlijk heel erg goed dat je eigenlijk al die jaren, want volgens mij is het al derde of vierde jaar, continu een zaal uitverkocht hebt. Hoe doet hij dat? Ja, ik denk, kijk, William is een eerlijke jongen en altijd open en eerlijk naar iedereen. En dan krijg je dat gewoon een keer terug. En het is een fantastische zanger natuurlijk. Hij krijgt wat hij verdient, bedoel je? Juist. Schraal, je staat eigenlijk voor de derde keer of zo bij William Burg? Tweede volgens mij. Nee, ja, ik weet niet zeker. Twee of derde keer, ja. Nou is het volgens mij elk jaar helemaal uitverkocht, helemaal vol, helemaal... Wat ga je doen? Ja, ik ga een beetje Engelstalig doen. Ik ga sowieso mijn nieuwe singeltje ga ik zingen vandaag. Ik denk, ja, dat is altijd... Het is Engelstalig? Nee, dat is wel een Nederlandstalig. En voor de rest heb ik drie Engelse lekkere dansers, ja. Nou zijn we wel wat gewend bij Cliphuis. En wij weten dat William Burg altijd groots uitpakt. Maar je kunt ook overdrijven. Kom maar eens kijken. Maar goed, het is in ieder geval wel zo dat niemand hier zonder zal zitten. De nieuwe nummers van William gehoord of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal eentje heb ik er thuis gehoord. Van iets van mijn leven of zoiets, maar verder heb ik nog niks gehoord van zijn nieuwe cd. Nee. Houdt u meer van de uptempo nummers of meer van de rustige nummers eigenlijk die William maakt? Nou, ik vind het eigenlijk door elkaar wel leuk. Ik hou van rustig, ik hou een beetje van tempo. Ik beetje een combinatie. Combinatie zo, ik mag dat wel. Ja,
Feestje. Altijd gezellig bij Clubhuis TV. Welkom bij Clubhuis TV. Geen ook niet huilen. Heeft u wel. Maar dan moet ik het nog een keer opnieuw doen. Op een feestje zoals dit smaken de bako's altijd lekker. Gezellig, hè? En dat zeg je niet na. Speelt het niet je voor haar. Until the end of time. God, I have to
Wil ik nog één ding zeggen. Lieve William, ik hou zoveel van jou en van Ellen. En je hebt het wederom weer geflikt. En ik ben natuurlijk heel erg trots dat ik als jouw vriendin zijnde, ben je van de partij mocht zijn. Je bent een kanje. Ah. Ik hou van jullie. Alles is begrepen. Top. Top, top avond. Kijk, het was kei gezellig! Echt? Ik vond het kei gezellig, echt. En ik heb nou eindelijk een uur vriendin ontmoet. Voor reden vatbaar! Tot slot wil ik zeggen, het moet vanavond niet weten als dat dit was. Tot slot wil ik zeggen. Stop! Geweldig! Wat wil je nog meer, hoor? Als jij niet meer vertrouwt, dan ga je maar. Ik dat er een super avond is geweest. Ontzettend bedankt, William. En iedereen die erbij geholpen heeft. Toppie. Ik vind het een topavond. Dankjewel. Ik heb een super mooie avond gehad en ik vond het echt lekker. Hij is afgelopen, schat. Hij is afgelopen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, ik vind het heel gezellig. Heel gezellig, fijne muziek en waar ik allemaal van hou. En meer weet ik het niet te zeggen. Tot slot wil ik even zeggen, dit is geniaal, dit is fantastisch, dit is gewoon echt formidabele. Allemaal, kom voor daar hier naar de Hooghaai in België. Het was kei gezellig. Ja, kei gezellig. Oh ja. En we zien wel dat de draad komt een beetje langzaam. Oh,
Zonder